moet eerst alles even opruimen, want dit is niet normaal. De golven gaan zo hard, dat is gewoon niet normaal. Het is echt geel. Het is een gele vlag, dus nou, ja. Maar je moet nog dingen kopen, nou moet het niet van mij, maar... En is het een fokkel? Ik ben me toch een potje verbrand, dat is niet normaal. Kijk dan. Maar hij is zo irritant. Dan stuur ik dingen door en dan reageert ze er gewoon niet op. Ik ben gek. Wil je misschien rennen? Nee, dat waag je. Nee, stop nou. Maar hij... Mijn nieuwe vlog is vandaag woensdag. We zijn gisteren net thuisgekomen van vakantie. Dus ik heb hier nog mijn hele tas ingepakt met kleding. En nog mijn rugtas ingepakt met alle spullen. Dat moet ik allemaal uitpakken. Het is woensdag. Dus we beginnen de weekvlog 2 dagen later. Maar omdat we gisteren op vakantie waren en eergisteren... Hoorde dat bij de vakantievlog en niet bij deze weekvlog. Dus nu is het weer een weekvlog. Ik moet zo nog naar de tandarts, want mijn shirt was afgebroken op vakantie. Dus die moeten ze even dat standje even afknippen, zodat het niet pijn doet in mijn wang. Maar ik moet eerst alles even opruimen, want dit is niet normaal. Ik heb nog niks opgeruimd. Marije heeft gisteren alles gedaan, ik niet. Hier hebben we mijn korte broek allemaal. Er zitten allemaal haren in, jongen. Ik moet ook mijn kamer schoonmaken, want er liggen zoveel haren op de grond. Dat is gewoon niet goed. De helft van deze kleding, nou misschien meer dan de helft van deze kleding, heb ik gewoon niet gebruikt op vakantie. Je denkt elke keer, ah, oh, zoveel moet ik meenemen, maar dat gebruik je toch allemaal niet. Ik ben alleen maar bij de bovenkant geweest van deze tas, want ik heb letterlijk niks gebruikt. Petten, niet gebruikt. T-shirts. Hemdjes. Allemaal niet gebruikt. Hier een blouse, ook niet aangehad. Kijk, ik heb hem opgerold. Dus die hangt toch zo meteen op. Dan hebben we hier nog sportkleding. Die heb ik helemaal niet gebruikt. Dat was het. Dan heb ik hier nog aan mijn zijkant. Dat is voor mij ook nog heel veel. Allemaal onderbroeken. Dat was het ook weer. En dan hebben we hier nog een voorvakje. En daar zitten voor mij al mijn sokken en bikinis in. Voor mijn bikinis. De bikinis gewoon. Kijk maar, bikini. En allemaal heel veel sokken. Oh, ik heb nog één. Ja, deze tas is leeg. Kijk maar. Oep. Dan moet ik het zo meteen allemaal in mijn kast doen. Dan heb ik hier nog mijn tas. Nou, laat ik misschien naar de voorkant. Hier mijn harde schijf voor alle spullen over te zetten. Die heb ik zo meteen weer nodig. Hier zitten mijn SD-kaartjes in. We hebben hier een camera die we totaal niet hebben gebruikt. Deze is ook echt heel oud, maar ik moet even de... Moet ik dat ding net halen? Nee, dat had ik lekker in zitten. Dan hebben we hier de oplader voor je camera, die we ook niet meer gebruiken. Oplader GoPro. GoPro hebben we ook niet gebruikt. Dat is nergens in. Ik gebruik alleen GoPro voor als we in het water gaan, maar dat zijn we ineens gedaan. Oké, dan hebben we hier de oplader laptop. Erg handig. Hier mijn hoesje dat helemaal kapot is. Ik heb nu dit hoesje. Ik heb nu dit hoesje gewoon. Ik weet niet wat ik van moet vinden, maar ja, die is kapot. Daar heb ik echt helemaal niks meer aan. Dan heb ik hier een boek. Ik heb totaal niks gelezen op vakantie. Oh, waspelletje. We hebben de Monopoly en dan een reisversie. Dan hebben we de schepen dingen. Dat je moet kiezen waar je schepen liggen. Dan heb ik hier een sudoku die... Oh, ja, oké. Okay. Die helemaal uit elkaar valt. En een pen. En een potlood. En dan hebben we hier nog kaarten. Dat hebben we allemaal gespeeld. En dan heb ik hier nog een schrift. Had ik meegenomen om te schrijven wat ik allemaal moet doen. En dan hebben we hier mijn laptop. Die er. Ja, tadaa. Erg handig. Nou, dan is deze ook weer leeg. Nu moet ik dit even allemaal opruimen. Die spulletjes kunnen hier in de kast naast mij. Die staan daar. TV-kast. En dit kan. Ja. We zijn ook vanochtend echt heel laat in bed gaan. Ik ben nog later in bed gaan dan Marije. En dat is echt heel erg wat. Ik ging pas om 11 uur of zo, 11:30 in bed hebben of zo. 12 uur pas eten. Een beetje laat. Ik haal het als het heet is en ik ga laat mijn bed uit. Dan heb je het heel erg heet. Maar ik moet even dit allemaal opruimen. En dan moet ik zo meteen denk ik naar de tandarts. Om het staartje te laten afknippen. En dan ben ik daar ook weer klaar. Dan heb ik daar geen last meer van. Mijn hele wang is gewoon beschadigd aan de binnenkant. Dat is echt heel irritant. In ieder geval, ik begin nu even met opruimen. Ga ik daarna naar het tandarts en verder is denk ik even nog rustig voor vandaag. Ja, ik moet allemaal dingen opschrijven en alle dingen overzetten voor YouTube en zo. Maar dat is het enige eigenlijk. Goedemorgen, het is weer de volgende dag. Het is voor mijn donderdag. En oh mijn god, het is donderdag. Ik moet haren wassen. Oh mijn god, dat was ik weer helemaal vergeten. In ieder geval, ik heb net gesport. Ik ben nu in mijn eentje voor het eerst aan het buitenlopen. Voor het eerst. Letterlijk, ik loop nooit. Ik loop altijd samen met Marije of zo. Dus het is best awkward als je zonder hond of zonder iemand staat te lopen hier. Maar ik vind het wel fijn even. Ik wil nu elke ochtend gaan wandelen. In mijn eentje of met Marije. Ligt eraan of zij mee wilt. Maar ik
kijk, dan is helemaal gewoon blauwe lucht. Dat is gewoon niet normaal. Het is zelfs echt warm al. Maar ook wel in de schouders wel lekker fris en wel fijn, want ik zweet me helemaal kapot. Maar met sport heb ik ook mijn been verkloot, want er is een spier die fucking pijn doet. Dus maar goed dat ik even loop. Dat is wel handig, want ik doe wel stretchen, maar dat is niet zo lang. En lopen is ook wel een cool down, vind ik. Dus dan moet ik zo meteen haren wassen. Ik dacht dat het woensdag zou zijn, maar dat was gisteren. Dus ik moet vandaag haren gaan wassen. En dan heel veel dingen overzetten van YouTube, van de vakantievlogs en die allemaal gaan editen en zo. Verder weet ik nog niet echt wat ik vandaag ga doen. Eerst ga ik even de rondje lopen. Ik weet niet hoeveel. Ik heb nog niet eens een kilometer denk ik gedaan, maar. Zo, het is wel lekker even. Ja, ik heb nu een soort van nieuwe morning routine gedaan. Dus dan ga ik uit bed om 7:30. Ga ik sporten. Na het sporten ga ik wandelen. Dan ga ik eten of douchen. Ik weet niet wat de volgorde was. Ik ga nu eens wandelen hier. Kijken hoeveel ik ga doen. Maar dat zien we dan wel weer. Het is al 1:15. Ik heb al lang gedoucht en haar gewassen en gegeten. Zo. Ik ben nu al bezig op mijn bed zit ik eigenlijk. Ik zit de laatste tijd niet meer hier. Ik zit op mijn bed nu. Maar oké. In ieder geval, ik ben nu bezig met alles overzetten. Ik heb net deze kamer opgeladen, maar hij wou niet meer opladen. En ik kreeg echt een hartaanval. Want ik dacht van, hij is nieuw. Van, hoe gaat hij niet meer opladen? Maar ik weet niet. Ik heb een paar keer opnieuw de draad gedaan. En het ging weer goed. Dus ik heb geen idee wat er gebeurde. In ieder geval, verder ben ik nu shorts aan het maken. Ik moet een video editen, eigenlijk dat ga ik morgen doen. Ik moet nog de beelden van deze kamer opzetten. Maar ik moest hem eens even opladen. Ik moet zo meteen nog stofzuigen. Hoe zei ik dat? Ik moet nog stofzuigen, want de hele vloer ligt eronder met allemaal haren. Omdat als ik haren was, dan komt ook de hele kamer onder haren te liggen. Maar het is gewoon echt vies. En mijn bed wordt ook vies als ik erop ga zitten met mijn voeten. Dus dat is niet echt top. En Marije heeft bovenal gezogen. Dit gaat echt niet goed. Maar hij heeft bovenal gestofzuigd. En dus moet ik mijn kamer doen. Ik ben met mijn moeder nu bezig met de hal hier en zo. Maar ik moet nog even mijn kamer doen. Maar ik kan er vast wel dingen uitkloppen en zo. Maar ja. Ik ga eerst even mijn shorts afmaken. En daarna ga ik deze hele kamer stofzuigen. Ik ben ondertussen ook aan het muziek luisteren op mijn. Hoe gaan we dat ding noemen? Radio. Speaker. Ding. Het is een uit de radio, Bluetooth, je kan alles erop doen. Maar ja. Nou, in ieder geval, ik ga verder met dat. En dan ga ik zo meteen nog even stofzuigen. Het is weer de volgende dag. Het is even kijken welke dag is het. Vrijdag. Echt? Is het vrijdag of is het zaterdag? Waarom voel ik het voor mij altijd? Het is vrijdag, het is wel vrijdag. En we zitten op het strand, zoals je kan zien. Het is een steen. En Marijn, ik heb wel in de zee gezeten, maar de golven zijn. Ja, de golven gaan zo hard, dat is gewoon niet normaal. En het is echt geel. Het is een gele vlag, dus Want ik vind dat rood is. Ja, we konden niet eens zwemmen. We moesten er half. Waar zit een trut? Oh, dat is een man. Huh? Ja, hij is voor zijn gewisseld. Maar in ieder geval, het is echt warm hier. Gelukkig zitten we vooral onder de palmboom. Dus we hebben tenminste fucking. Dit is de meest trieste palmboom. En we hebben hier nog een parasol. Dus verder gaat het goed. We hebben hier twee kleedjes zo liggen weer. Maar fuck, het is echt heet. Maar in de schaduw is het ook prima. In ieder geval, we zitten hier lekker op het strand. Ik weet niet, gaan we er nog een keer in? Ik heb er niet heel veel zin in om nog een keer in te gaan. Hoe laat we vissen? Dan ga ik er ook niet. Is dat zo? Het is 2:15. We zijn ook nog naar de winkels geweest, naar de Action. En daar hebben we planten weer gekocht en allemaal andere bullshit planten. Ja. Deze palmen zijn best wel raar eigenlijk met al die kleine dingetjes. Oh, wow. Je had nog eens gezien dat die trieste zijn. Oh, nou maar. Zullen we zo'n spelletje spelen? Ik heb niet zoveel zin. Oké, ik ga liggen dan weer. Ik lach net zo gewoon hier op mijn rug. Denk of zo. Jesus. Wat? Denken. Ja, ik moet een lijstje maken voor mijn verjaardag. Wat ik wil hebben, maar ik weet niks. Ja, je zou denken dat je sowieso iets hebt. Bijvoorbeeld, als je een hobby hebt, dan kies je daaruit. Maar ik heb niet echt hobby's waar je uit kan kiezen. Auto's. Nou, ik koop 40.000 euro. Daar hebben we niks van. Ik ben heel makkelijk. Mijn hobby is lezen. Nou, dan koop je elke boek die ik ooit heb gewild. Ja. En dan kun je kiezen uit 170. Ja, ik ben 17 juli jarig en ja, Marije, je moet nog wat dingen kopen. Nou, moet het niet van mij, maar. Oh nee, shut the fuck up. Moet niet. Jij wilt altijd cadeautjes. Ik wil het niet, het is van nee. Jij wilt het. Jij wordt gewoon boos als ik zeg, we stoppen ermee. Ik vind het niet fijn als niemand het zou doen. Maar het is niet van dat iemand het moet doen. Van, nee, het is zeg maar, het is dat ze aan je. Ik vind het kut als iemand zegt van, ik ga niks voor je kopen. Maar als iemand vraagt, wat wil je hebben, dan denk ik, ja, ik vraag helemaal niks. Maar het is gewoon het idee dat je het hebt gevraagd en gezegd hebt. Ja, nee, ik snap dat, maar ik heb gewoon geen zin. Ik dacht,
En ik wil eigenlijk nooit cadeaus voor mijn verjaardag, maar dit kind wil altijd voor mij kopen. Maar dat is makkelijk, want ik heb altijd shit om te kopen. Ja, boeken. Boeken. En boeken. Vorig jaar heb ik dus die Lego Mustang gekocht voor haar. Oh shit. Nu, ik wil... Ja, die is er, hè. De Lego set van een BMW 1000S. Ja, dat dacht ik al. Maar die is prijzig. Als we een reisje naar, dan gaan we echt zeer heel prijzig. Veel Lego sets kopen van allemaal auto's en zo en motors. I know. Oh. Het is leven toch zwaar zonder geld? Oh. Ja, dat is zeker waar. Het is ons werk. Ja, hobby's zijn niet betaalbaar. Onbetaalbare hobby's. Want ik heb exact dezelfde hobby's als jou, alleen ik heb boeken erbij. Ja, en dat is goedkoper. Ja, dat is wel goedkoper. Als je nieuw koopt. Nou, kom. Laten wij, ik weet niet, ik ga alleen even weer liggen. Hebben we kaarten? Ik hoop, voor me wel, die van jou zitten wel in de tas dus. Ja, de mama gezegd, zag ze vriend wel liggen in de tas, want die waren we kwijt, haar kaarten. Zak! Even kijken waar ze zijn. Daar, precies staan, bij de vlag. Oh ja, dat kun je wel zien met een dikke kaart. Ik neem haar in mijn mond en het is zo zout. Ik had jouw haar ook in mijn mond. Oh, oké. Nou, laten wij gaan spelletje spelen. Pesten. Dat was zo geen correcte zin, maar ja, sure. Pesten? Ja, pesten. Oké. Nou, dat gaan wij nu even doen. En ik denk niet dat we meer in het water gaan, want dat vind ik echt verschrikkelijk. Mijn haar is nu alweer, mijn haar is nu goed dus. En ik heb geen zin om er nog weer in te gaan. En schaduw is prima te doen. I mean, ik krijg gezond, maar... Oké, dan moeten we zo even hierin schuiven. Ja, nu. Oké. Nou, wij gaan spelen. Kijken wie die gaat winnen. Ik. Het is 5:45 en we zijn net thuis gekomen. Ik heb al mijn haar gewassen en alles, maar ik ben me toch een potje verbrand. Dat is niet normaal. Kijk dan. Dat is niet goed hoor. Ik heb gelukkig mijn schouders ingesmeerd, maar... Het is alsnog erg. En hier ben ik ook helemaal verbrand. Ik snap het niet. Nou, in ieder geval zijn we thuis. Ik ben helemaal kapot. Ik heb nog geslapen in een auto. En dat hielp. Ik kon echt gewoon 5 uur slapen. Zo kapot ben ik. Maar nu vallen mee. En dat is goed, want ik moet nog een video editen. Dus nou heb ik daar nu even tijd voor. En ik had verwacht dat het veel later zou ik thuis komen. Maar het valt dus mee. Dus ik kan gewoon nog een video editen. En gewoon al thumbnail maken en zo. Dus... Maar oh, er gaat weer een haar op de grond. Daarom moet ik altijd zo vaak stofzuigen. Omdat elke keer als ik haren was, dan valt alles uit mijn haar. Omdat het gekamd is. Maar er komt nog zoveel uit. Dat is gewoon niet normaal. Marije gaat nu douchen. Ik weet niet of zij verbrand is. Maar dat zie ik zo meteen wel als ik het vraag aan haar. Maar ik heb het gewoon heet van douchen. Dit is niet normaal. In ieder geval, ik ga dus even video editen. En verder ga ik vandaag niks meer verder doen. We hebben lekker gezwommen in de zee. Een heerlijk gedouche nu even, maar nu ga ik even met mijn video editen. Het is 10:30 en Marije en ik hebben nog meer. Ik heb net afgewassen en toen ging ik naar boven naar Marije om te vragen of ze nog thee wilde. Toen zei ze ja. En toen zei ze, heb jij ook nog honger? En toen dacht ik, oh shit. Dus ik moet zo weer afwassen. Maar gelukkig heb ik het water nog laten staan en het is gloeiend heet. Dus dat is allemaal goed. We gaan even onze croissantje die we bij de Lidl hebben gehaald vanmiddag. Toen we bij de strand gingen, gaan we even in over. Ik heb wel een paar hapjes eruit komen, maar toen moest ik niet meer. Maar het was goed dat ik hem niet opgeregen, anders heb ik nu niet gaan beven. Ja, vooral op mijn moeder. Ik wilde eigenlijk naar bed gaan, maar ik dacht, ik vraag ook een thee wilde. Maar het gaat wel lang duren. Ja, dat maakt niet uit. En met lang duurt echt 20 minuten. Ja, dat is een Waar ben je eigenlijk allemaal verbrand? Marije is letterlijk overal van. Mijn hele gezicht is verbrand. Ik ben blij dat mijn gezicht heb ingesmeerd. Ik ben echt de dag verbrand. Ja, het is gewoon een tomaatje. Ja. En het krijgt ook gewoon rare dingen. Maar hier is je er zelfs in de nek verbrand. Ik ben mijn hele kolom. Ja, ik heb alleen dit zo. Ja, maar dat is nog niet eens verbrand. Het is gewoon bruin. Het is rood. Het is verbrand, sure. Maar het is maar niet verbrand. Nee, ja. Oh, het is weggevaagd. Oh, hier, het midden. Is dat erg? Ja. Doe het nog een keer? Ja, ik heb het wel ingesmeerd. Nee, het is maar goed ook. Oh, bordjes. Oh ja, die heb ik net schoongemaakt, verdomme. Nou, in ieder geval ga je deze nog even kijken. Doe de achterste maar. Nog 19 minuten. Nou, dan liggen. Kijk, ik ben half opgegeten croissant. Dat is echt triest. Oh. Waarom gaan we eens koek eten? Ik heb honger. Oh my god. Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Ik vind dat we moeten wachten op de croissant. Oh, shit, op de grond. I don't fucking know, chick. Oké, ja, dat dik veel. Marije is zo irritant. Dan stuur ik dingen door en dan reageert ze er gewoon niet op. Ik ben gek. Nou, Marije heeft dus ik ben er geen vragen stel. Dus stuur het gewoon op. Nou, ik ben het niet eens. Nou, wie weet wat er van wat voor wat wie waar. Nee, dan vraag je wat er verwacht wat voor. Nee, dan vraag je welke. Ik heb zo op even gehoord namelijk. Jongen!
Nee, maar Marijn, ik ga wachten op de croissantjes nog voor 17 minuten, 18 minuten denk ik. Godzame. Nee, we kunnen 7 minuten wachten. Een hapje doen. Even testen. En dan gaan we samen eten of apart? Nee, ik ga mijn bed in. Oké, weet je wat? Sure, leuk gezellig. Nee. Dan denk je, oh leuk, een zusje hebben. Dat is zo leuk, dan ben je niet alleen. I mean, het hangt wel meestal... Hangt vanaf in wat voor moed. Waarbij hebben we ja. Jij bent het jongen, je wil even zoveel aandacht nodig. Dat is gewoon... Ik wil geen aandacht nodig. Jawel, je bent als gewoon iets aandacht nee. Nee, zo ga ik gewoon praten. Nee, ik heb gewoon, als we dat doen en we maken het samen, dan is het fucking raar van, ja, ik moet socialiseren. Je weet wel dat je zeg maar moe bent, maar je hebt geen zin om te slapen. Maar oké, nee, je weet hoe je voelde toen wij de one-nighter ja, dat we de nacht moesten wakker maken. Nee, en dat we die serie keken. Ja. En dat je er geen zin in hebt. En dat je gewoon wegvalt. Ik zit ondertussen gewoon met mijn telefoon te kutten. Met de afstand met die dingen te doen. En die serie, maar ik wil die serie wel kijken, want hij is leuk. Maar ik heb er gewoon, ik heb geen zin meer om iets te doen. Maar ik kan niet slapen. Ik wil eigenlijk gewoon mijn bed ingaan. Ja, en toen zei ik opeens. Ja, allemaal jouw schoot. Ja, nou, ga jij maar genieten van je lekker koekje? Oh, I mean, ik bewaar hem van boven. Oh. Oké. Okay. Ik ga er eentje eten. Wie wil er een nieuwe zusje? En wie wil er een nieuwe zus? Ik stel me daar voor. Ik stel me bij ter adoptie. Oh. Wat ik doe, ik ga dan op mijn bed zitten vooruit met te staren. En zie je voor een croissantje eten. Je mag met mijn baby kijken hoor. Ik heb toch helemaal geen hoek aan, man. Nou. Oh. Je hebt geen behoefte aan mij, dan heb ik ook geen behoefte aan jou. I mean, ik heb niet echt geen behoefte aan, ik heb ze gewoon dat ik de camera afkijken. Oké, nou. We gaan even serie kijken, we gaan zo meteen lekker onze half opgegeten. Ik weet echt wel disgusting is. Ja. Maar ik wil echt weten wat mama doet, want ik weet het niet. En is die... En dat vind ik creepy. Ja, nee, maar dat vind ik en het is een dorphuis, dus dan is het prima. Een dorphuis is prima. Maar als het kalfsluis nee, was, dit huis is... Dat is zo groot voor je. Mijn raam staat open. Hou je mij in, mijn deur staat open. Hey. Zo'n dikke kind erin naar binnen. Nee, mijn raam staat niet open. Maar, nee, maar als dit het kasthuis was geweest, dan was ik gewoon onder mijn bed. Kasthuis was een vrijstaand huis. Dan was ik in mijn kast en niet alleen vrijstaand. Het was in de. Nee, het was niet in de middle of nowhere. Het was gewoon uit het dorp. En we hadden wel een paar buren, maar de meeste buren waren er niet. Nee, ik weet het waar. Die zei. Een soort van meer kasthuis. Te lang. Oh, nog 15 minuten. Zoveel. Ja, tot zo. Dan komen we bij de theestest. Oh, ik dacht, je zei thee. En ik dacht, oh, ik ben echt wel zin in de thee. Oh, denk dat hij wel. Oh, misschien was dat het geluid wel. Het klikje steen van. Nee, maar kijk, en dat moet je dus niet doen in die horrorfilm. Want ik zweer dat is niet het geluid. Het woord horror geeft me al rillingen. Ja, ik mag het niet op camera. Nee, ik zou een mes pakken. Oké. Ik heb er wel wijn. Ik heb wijn. Kunnen dat elkaar zo gaan? Ik denk niet dat. Ik denk dat als ik dit naar iemand gooi, dat het gewoon dat het nog niet kapot gaat op het hoofd. En dat het gewoon valt naar de grond. Gewoon heel. Ja, het is gewoon. Je gaat gewoon ik denk, mis. Ik denk ook niet dat het kan. Wat? Ik heb het gevoel alsof je. Alsof als je hart slaat met de hoogste kracht. Nee, ja, 100% niet dat dit kapot gaat. No fucking way. Ik denk dat eerder mijn brein of mijn schedel kapot gaat dan dat ding. Dan moet het zo dun zijn om dat te breken. Ja, maar dat niet alleen. Ik denk dat het kan wel. Maar ik denk dat ik de kracht hiervoor heb. Als jij je beker, gewoon zo'n theebeker, gaat staan met mijn hoofd, dan breekt die theebeker zo dik. Theebeker. Ja, dat is even dik bijna, man. Nee, want een theebeker heb je zo vast. En dit heb je zo vast. En dan is de lucht. Ja, maar kijk hoe dik is dat. Ik know, maar ik denk dat wij dat sowieso niet kunnen doen. Wij zijn echt. Wat kunnen wij wel? Nee, ik denk niet dat wij de kracht hebben om. Ik denk wel dat je brein zegt nee. Net zoals dat je je vinger kan doorbijten zoals een wortel. Maar je brein zegt nee. Ja, ik denk nee, dat je brein nee zegt. Nee, ik denk dat wij niet... Zelfs als dat je een mes in je dat mijn brein nee zegt. Wij zijn geen niet agressief daarvoor. Ik ben agressief. Ben je agressief? Ik moet echt op mijn pad. Ik word er gewoon moe van. Ja. En dat is weer veel te aardig werk voor mij. Oh, 100%. En dat vind ik echt zielig voor mezelf. Nou, ik zit de hele tijd in mijn ogen te wrijven. Ik ben nog 13 minuten. Ik ben zo moe. Van, ik voel me exact hetzelfde als met de wanheiden. Ik voel me niet goed. Ik voel me echt niet goed. Het komt echt door de zon, hoor. Ik voel me echt niet goed. Dat had ik ook. Ik heb in de avond in een auto gepit. Ik niet. Tot zo. Bij dat we de tomaatjes. Gaan tomaatjes eten. Waar heb je het over? Dit was een beetje zo gaaf. Nee, je zei tot zo. En ik zei dat we de croissantjes gaan eten. Maar ik zei tot we de tomaatjes gaan eten. Ja, sorry. Tot zo, tot we onze croissantjes gaan eten.
Hij is klaar. Hoe wij de croissants uit de oven halen, doen we niet meer. We gebruiken een handdoek, want wij zijn te bang. Hoe stoppen wij dat? Hoe stoppen wij de timer? Oh my god, het is zo heet hiervoor. Ik zweet gewoon. Je hebt toch alles uitgedaan? Ja, ik ben zo incapabel. Oh my god. Hoe stop je de timer? Oh nee. Oh, stop. Oh, fucking hell. Oh, dat is heet. Het is zo eng. Zo, en mijn ding. Oh, je filmt. Ja. Ik dacht laten zien hoe wij raken, hoe wij een fucking ding eruit halen. Kijk, nu hopen dat ze de maaltijd. Thee is al klaar, dus al boven. En wij gaan nu genieten van onze. Ik doe nog een paar gelassen. Nog een plekje van alles bij. Oh, ik heb gelassen. Ik ben blij mee, anders moet ik een hele goed open. Dan gaan we weer thuis komen. Marijn en ik gaan genieten van onze heerlijke maaltijd. En dan kunnen we slapen met een volle maag. Het is nu kwart voor acht. Dat is juist wat je niet moet doen. Daar interesseert toch helemaal niemand bij je. Ik wil slapen met een volle maag. Oh, dat is een volle maag. Ik dacht wel voorveel. Auw. Oké, nu stoppen. Oké, we gaan onze fucking croissant eten. Ja, maar ja. Tot morgen weer, denk ik. We gaan zo met mijn ouders en gaan we naar buiten, want er is feest in het dorp. En ik wilde mijn andere broekje aantrekken die ik gisteren aan had. Maar omdat we naar de strand zijn geweest, moest hij natuurlijk gewassen worden. Dus ik doe nu deze aan, maar hij is strak en een beetje laag. Dus nu wil ik nog verzinnen wat ik erop ga doen. En ik heb twee mogelijkheden, maar ik weet niet. Ik denk dat ze allebei niet gaan staan, maar dat ga ik dus testen. Hier oranje. Die is helemaal nieuw, want er zit nog een kaartje in. Ik weet niet of dit mooi staat. Staat dit mooi? Ik denk het niet. Ik lijk net op van zulke voetbalkarakter voor Nederland. Jemig. Nou, ik weet niet hoe dat wel gaat worden. Of ik doe een t-shirt aan en dat is deze. Maar ik heb het gevoel dat dit meer op een pyjama gaat lijken. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga me gewoon kleden en dan kijken welke beter staat voor zometeen. Ik denk niet dat dit staat. Het zit zelfs. Maar, oh. Het is voor mij zo oranje. Ik weet niet of het meest... Ik ga even in de spiegel kijken in de douche, want ik wil weten hoe dit eruit ziet. Wacht even, ik kom zo terug. Nou, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het niet echt prachtig. Maar hij heeft het ding ook voor me hoog gedaan. Ja, nou, dit zal ook niet. Als je hem zo lang hebt, niet. Oef, ja, nee, het zat zo sorry, want het is al verkleurd. Het is wel lekker zo. Misschien hou ik hem wel zo, een broekje. Ik weet niet of dat mooi staat. In ieder geval, ik ga even nu dat t-shirtje aantrekken. Kijken hoe dat staat. Of het wordt dit. Ik weet nou niet of dit mooi is. Het zit wel fijn, maar zit er alsof ik niet naar een pyjama party ga? Ik weet het niet. Ik denk dat ik mijn broek wel zo hou, maar het is een beetje kut dat dit verkleurd is. En dat je dat kan zien, dat het eigenlijk zo wordt. Maar ja, we gaan het zien. Ik ga vragen zonder wel naar Marije wat ze ervan vindt. Maar ik weet niet waarom ik deze heb gekocht. Misschien ga ik hem later ooit nog gebruiken. Ik heb hem nooit aangetrokken. En ik heb hem denk ik al best wel een jaar volgens mij. Ik kan ook deze hebben, voor mij is het ook best kort. En dit is heel dik stof, dus dat is ook zweten. Ik kan net zo goed een dit aanhouden, maar ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik kan ook niet zo goed zien wat ik hiervan moet vinden. Ik hou dit aan en als Marij het niet mooi vindt, dan trek ik deze denk ik aan. Dit is het enige hemdje wat ik nog heb wat aangaan. Oh, ik krijg echt een heet vapje. Het is nu pas 10 voor 10. En voor mij gaan we om 11, half 11 bedoel ik. Ik heb al 2,5 kilometer buiten gelopen. Ik heb al gesport, gedoucht en gegeten. Dus voor de rest ben ik helemaal klaar. Alleen kijken of ik dit aanhoud en of ik dit moet opvouwen. Want ik weet nog niet wat ik er moet van vinden. Nu moet ik even foto's uit gaan zoeken voor Instagram of de plaatsen van de vakanties. En verder moet ik vandaag nog een video editen. Dat was de dag voordat we op vakantie gingen vloggen. Die moet ik nog even editen. Gisteren heb ik die andere video al geëdit. Dus editen gaat helemaal top. Oh, ik krijg echt spiegel in mijn buik. En ik weet niet waarom, want ik heb alleen gisteren mijn armen getraind. Maar ja, dan doe je, als je gaat planken, doe je ook je buik. Dus ja, ik heb al heel lang niet meer gesport. Ik zie ook dat ik een heel stuk heb gemist met benen scheren. Soms heb ik dan gewoon zo'n heel rijtje met haar wat ik heb gemist met benen scheren. Echt kapot, dat is niet normaal. Misschien moet ik eerder naar bed gaan in plaats van elke keer 12 uur naar bed gaan. Dit was Marije schuld omdat ze van croissant wou eten. Maar in ieder geval, ja, dit wordt eigenlijk de outfit. Oh ja, nee, ik heb nog extra nu. Oh. This bitch is...
going away. Ja. Je gaat het shirt weggooien. Ja, weggooien? Ja, want het is zo vies. Het is smerig. Nee, het is niet vies. Het is zo vaak gewassen, yeah, dat het gewoon verkleurd en gaar is. Van kijk dit. Oh, maar zie dit gewoon. Dit is ook gewoon heel verkleurd, ja, aan de binnenkant. Ja, het is gewoon, je weet wanneer je te vaak douche en je smeert je benen niet in en je benen zien eruit alsof ze vaak doodgaan. Ja, dat is exact dit shirt. Ja, shit. Dus ik ben daar. Oh, ga hem echt weggooien. Ja. Misschien ook gewoon gebruik het lapje. Ja, we hebben hem daar gelegd. Oké, goed. In ieder geval, wij gaan een pietje maken. Het is zondag. Niet maken, drinken. Ja, dat is bijna hetzelfde. In ieder geval, wij gaan dus een pietje maken. We zijn vandaag buiten geweest op dus feestje in het dorp. En het is echt koud. Ik heb mijn lange fucking broek aan. 20 graden, ietsje boven 20 graden, maar het is echt gewoon koud. Het is niet normaal. Maar wij gaan pizza eten. Het is hoe laat? We hebben geen lekkere pizza. Kort over 9. Ik denk het niet. Nee. Moet je slaan of zijn ernaar? Moet je slaan? Ja. We hebben een pizza met de curry. Pizza met curry. Pizza met de margarita. En doen we salami erop, want er zit niks op die pizza. Ja. Dat was al duidelijk wanneer we pizza margarita zijn. Oh ja, my god, hij is echt groot. Het is een soort van puinstig als muggenbult. Weet je wel, muggenbult is een krab die helemaal heel dik en shit wordt? Ja, dat is exact deze buis. Spin. Oh. Oh god. Maar dit plafond is ook zo laag en dan zit hier een spin. Kijk, wil je misschien rennen? Nee, dat wagen. Nee, stop nou. Maar hier het echt een. Wat als je valt op je? Dit deed ik ook in de badkamer. Nee. Gaat hij niet voelen? Ja, ik voel het ook in de badkamer. Alleen ik ga flaffen van al het uitblazen. Nou, wij moeten wachten tot onze pizza klaar is. Zijn de bordjes? Ja, we moeten grote borden pakken. Dat is ook boel. Pas nog ineens één klein op, man. Ach, donder op, man. Ach, man. Zullen we vast beginnen? Met wat? Met de serie. Ja, dat is goed. Maar ik ga zien. Wat gaan we kijken? Supernatural? I mean, ik heb helemaal geen zin om iets te kijken. Kunnen we naar YouTube kijken of zo? Ah, dat kan ook. Zullen we even naar boven gaan? Ik zet wel even een timer op. Ja, dat zeg ik je. Oh my god. Ik zet een timer op 15 minuten. Dat is ook dan. Oh my god. Kijk, doe de lamp uit, donker, hop, de jook, ik zie helemaal niks meer. We gaan dit keer op mijn kamer kijken, dit is de eerste keer, maar de tv staat niet echt top of zo, want kijk. De reden is een hele goede reden. Ik mag niet met mijn vieze lichaam op haar bed liggen, terwijl ik letterlijk vanochtend heb gedoucht. Nee, vanochtend heb je buiten geweest en ik weet hoe vies ik mij voelde. En dat kan gewoon niet dat jij nu chill voelt. Oké, timer staat aan, dus dan kunnen we zometeen een lekker pietje eten, hoop ik dat die klaar is. Marijn en ik gaan even YouTube kijken. Ik weet nog niet wat, maar dat zien we zo meteen wel. We hebben net onze pizza gegeten. Ik heb nu alweer thee en ik ben nu mijn serie even aan het kijken. We zijn net klaar met een YouTube video die 50 minuten duurde. Het is vandaag zondag, dus het is de laatste dag weer. En we hebben van donderdag tot vandaag gefilmd. Omdat we maandag, dinsdag waren op vakantie. Dus hebben we op woensdag tot zondag gefilmd. Wat de fuck zeg ik allemaal. Ik ga nu mijn thee drinken. Deze serie even afkijken, want ik moet nu nog 6 minuten. En het is alweer 11:15, dus ik ga zo lekker slapen. En dan ga ik morgen weer 7:30 mijn bed uit, wat ik elke keer doe. En ja, maar dit is het einde van de weekvlog. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk en tot de volgende week weer.